Er zijn genoeg Pfizer-vaccins in voorraad voor een ieder die behoefte heeft. Dit vaccin moet ons helpen de vaccinatiegraad omhoog te tillen, zegt Jamil Kousti, waarnemend manager van het Nationaal Immunisatieprogramma van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG. Gisteren vond de officiële ingebruikname van het vaccin plaats bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Ja, natuurlijk, met 1187 zijn we blij. Het is een mooi nummer eigenlijk om te starten. En we hopen dus dat veel meer mensen komen Pfizer-vaccin te halen. Weet je, aantal mensen zijn bang voor AstraZeneca, een heleboel zijn nog, weet je, angstig zeg maar om te gaan vaccineren met wat ze horen en wat ze in nieuws lezen. Maar hopelijk hebben ze goed nieuws over Pfizer gehoord en dat ze dus komen om hun prikjes te halen. Omdat er nu veel meer alternatieve vaccins in het land zijn, zegt Kousni te hopen dat de vaccinatiegraad nog meer omhoog gaat. De statistieken van de autoriteiten wijzen uit dat veel mensen nog met twijfels rondlopen. De ernst van de situatie rondom de nieuwe varianten moet leiden tot nog meer besef binnen de samenleving, meent Kousni. En zondag waren we wel blij met die 1187 mensen. Vandaag helaas hadden we niet zoveel mensen kunnen, zijn we niet zoveel mensen tegemoet gekomen om ja, die willen prikken eigenlijk. Dus dat was een beetje een teleurstelling, maar we hopen dus dat mensen gemotiveerd raken om te komen prikken hoor. Ja, gezien er genoeg vaccin is, dat is één, en dat er varianten steeds komen en het virus blijft muteren. Delta variant is ook in Suriname, zou ik jullie vragen om zo snel als mogelijk te komen vaccineren. Het besluit maken, waarom niet, waarom wel. En eigenlijk blijven lezen, niet één artikel lezen en het besluit daarvan, oh nee, ik ga het niet doen. Kousni zegt verder dat mensen niet moeten afgaan op het negatieve nieuws dat zij ergens horen of lezen. In geval personen twijfelen om een vaccin te accepteren, kunnen zij de ervaringen van anderen meenemen. Het beste is volgens de immunisatiemanager dat elk individu de tijd neemt om informatie op te zoeken en navraag te doen over het type vaccin dat zij willen nemen.